Sub Koike Ram Ram, Jai Shri Krishna. Lieve mensen, aanstaande maandag 30 augustus is het Shri Krishna Janmashtami. Ja, dan vieren wij de geboortedag van Shri Krishna Ji. Shri Krishna, mooie naam. Letterlijk betekent het donker of donkerblauw. Maar in het Sanskriet staat het voor al aantrekkelijke. Shri Krishna Ji is een incarnatie van Shri Vishnu Bhagwan. Geboren in Mathura. Om middernacht in een gevangeniscel, na de achtste dag van de Purnima, in de Shravan Maas, de vijfde maand van de Hindu kalender. En dat is de periode augustus-september. Shri Krishna Ji was het achtste kind van Vasudeva en Devaki Mata. De zeven kinderen voor hem zijn gedood door de broer van Devaki Mata, Kuns. Kort na de geboorte van Shri Krishna is Shri Krishna door Vasudev gebracht van Mathura naar Gokul, naar het huis van Nand Baba en Mata Yashoda. Daar heeft Vasudevji Shri Krishna verwisseld voor de pasgeboren dochter van Yashoda Mata. Sinds de komst van Shri Krishna in Gokul hebben diverse asuras zoals Bakasur, Agasur, Putna geprobeerd om Shri Krishna te doden. Je vraagt je nu dan af, ja maar waarom dan? Waarom wil Kuns Shri Krishna dood hebben? De reden hiervan is, Kuns had namelijk een persoonlijke astroloog, die had voorspeld dat Shri Krishna, Kuns had namelijk een persoonlijke astroloog, die had voorspeld dat Kuns door het achtste kind van Vasudev en Devaki Mata gedood zou worden. En dan zou er een einde komen aan het onrecht, Adharam, waar Kuns voor stond. En heel veel mensen pijn en verdriet hadden en erg veel leden. Ja. Tja, en als je dit weet als Kuns, ja, dan neem je toch je voorzorgsmaatregelen. Je wilt zelf niet dood. Maar ja, wie kan er tegen Bhagwan op? Shri Krishna Ji heeft al deze asuras verslagen. Want Shri Krishna Ji is de beschermer van Sanatan Dharma. Hij heeft in de Bhagavad Gita aangegeven: Jab jab dharm ke hani hota hai, tab tab mai dharti par aungi. Met andere woorden, als onrecht hier echt de boventoon gaat voeren, als onrecht Adharam zo erg is, dan zal ik, Shri Krishna Ji, dan op aarde komen om de mensen hiervan te bevrijden en te beschermen. En als we dit nou doortrekken in lijn naar onszelf toe, wat betekent dat dan? Persoonlijk denk ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We moeten niet wegkijken en we moeten niet zeker afschrikken van Adharam. Je zou je dan persoonlijk moeten afvragen, niet wijzend of kijkend naar een ander, persoonlijk naar jezelf. Wat kan ik betekenen voor de maatschappij? Wat kan ik doen voor de maatschappij? Wat kan ik zijn voor de maatschappij om onrecht tegen te gaan? Als u het antwoord weet, geeft het ons dan door. Wij zijn ontzettend benieuwd. Langs deze plek wensen wij namens het gehele team van Ashram Shri Teshwardham en Shri Ketamaleshwardham, u alvast een hele fijne Shubh Krishna Janmashtami. Jai Shri Ram, Jai Shri Hari.